Vandaag, vandaag tekenen we een trapezium. Een trapezium is een vierhoek met een paar evenwijdige zijden. Daarom kiezen we eerst een lijnstuk aan dat de eerste zijde gaat worden, zijde AB. Dan kiezen we een lijnstuk, recht even, rechte evenwijdig met deze zijde. Dat is de tweede, dat is de evenwijdige rechte. Dan kiezen we een punt C en dan maken we een rechte, daardoor evenwijdig. Dat betekent dat punt C is het derde punt. Dan kiezen we op deze rechte een vierde punt D. Dat betekent dat het trapezium zal zijn ABCD. We kiezen hier een I punt ABCD. Je hebt dus ook een punt, we maken een punt aan, punt T, dat betekent, nu kunnen we gaan aanpassen, de, nog een zijde gaan tekenen. Eerst gaan we tekenen de rechte AC, de met AC, dan kun je aantekenen BD. Nu merk je nog een rechte G, die gaan we verwijderen, we gaan die niet verwijderen, we gaan die gewoon bij instellingen, object, een label afzetten, zodat die wegvalt. Je hebt nog altijd het punt CND, die kun je verbinden. Als je dan CND verbindt, heb je een lijnstuk CD, een trapezium getekend. Dat is het tekenen, trapezium, een paar evenwijdige rechten. Dank u wel, bye bye.